Als het uiteindelijk 2-0 voorstaat, het wordt uiteindelijk met de hakken over de sloot 2-1. Met wat voor gevoel sta je nou hier? Ik denk dat we hier met opluchting mogen staan. Het was echt wel een hele spannende wedstrijd die eigenlijk helemaal niet spannend hoefde te zijn. Hoe kwam dat? Nou, omdat het was gewoon een van onze mindere wedstrijden, denk ik, dit seizoen. En ja, als je zo speelt, dan verdien je eigenlijk niet om te winnen. Komt het dat je juist op dit moment, wetende wat de belangen zijn, dan toch zo'n wedstrijd aflevert? Ja, als ik antwoord erop wist, dan had ik het graag gezegd. Maar ik denk dat het misschien te maken heeft met de spanning en ook hoe hun speelden. Was ook lastig, dat we, zijn we niet gewend. Maar we mogen met opgeven handen terug naar Rotterdam. Uiteindelijk, ik denk dat je wel echt mazzel hebt dat je deze met 2-1 wint, toch? Dat kunnen we toch zeggen? Ja, zeker weten. We zijn gewoon heel erg effectief de eerste helft. We scoren 2 keer uit 2 kansen, denk ik. En scoren hun de tweede helft 2-1. En dan krijgen ze nog een hele grote kans. En dan mag je blij zijn dat we hebben gewonnen. Dus kijk toch naar het eerste kwartier, hè, waarin zij ook gewoon echt veel kansen kregen. In de tweede helft ook nog wel echt wel een aantal kansen. Hoe komt het dan dat je zo ver naar achteren wordt gedrongen? Ja, we hebben natuurlijk Veerman voorin die goed door kan koppen en veel beweging voorin. En ja, dat gebruikten ze de hele tijd. En op het middenveld was heel grote ruimte en we kregen er niet echt druk op voorop. Dus het was allemaal net niet. En hopelijk kunnen we dat allemaal zaterdag weer rechtzetten. Wat wel opvalt, hè, in de tweede helft, jij gaat na ongeveer een uur spelen eruit. Daarna wordt het wel minder. Ja, ik probeer, als ik speel, probeer ik gewoon alles te geven. En belangrijk te zijn voor het team. En gelukkig was vandaag weer met een goal en assist. En het is natuurlijk jammer dat je niet 90 minuten wil spelen, want je wil natuurlijk de hele wedstrijd spelen. Alleen je kan niet veel risico nemen op dit moment en je moet toch kijken naar de volgende wedstrijd weer. Is het ook echt dat je nu steeds per wedstrijd een beetje vooruit moet kijken van wat je uiteindelijk je lichaam aan kan dan? Ja, zeker. En ook wat ik zeg, wij willen geen onnodig risico nemen. Aan de andere kant, je weet ook, de belangen zijn natuurlijk groot, dus ja, ze willen jou er wel graag bij hebben. Ja, zeker weten. En daarom heb ik vandaag 60 minuten gespeeld en waarschijnlijk zijn het er zaterdag meer. Uiteindelijk, neem ons eens mee, hè, die eerste goal. Jij maakte hem uiteindelijk en wat gebeurt er? Volgens mij krijgt Troy de bal. Ik heb hem nog niet teruggekeken hoor. Maar Troy krijgt de bal, hij speelt mij in het midden. En ja, ik dribbelde een beetje naar binnen, hetzelfde als tegen Heracles. En ik schoot hem in de verre hoek. Alleen hij werd nog aangeraakt en ging over de keeper heen erin. Op dat moment zit het dan ook niet tegen, dat is wel lekker. Ja, klopt. Ik zei net tegen Marsman van ik heb ze heel weinig zo gescoord. Dus ik ben blij dat ik ook een keer zo'n gelukgoal kan maken. Die tweede was ook wel een lekker, hè? Goed lopende aanval. Mooie goal van Duivenstein. Ja, ik zei al voor de wedstrijd tegen die boys van als ik er langs ben, kom op de 16 meter. En hij stond er goed en hij schoot hem goed erin. Dat is ook voor jou lekker, hè? Tegen Heracles val je in, belangrijk voor de ploeg. Tegen Feyenoord weet je, is een lastige wedstrijd, maar vandaag belangrijk, sta je er ook weer. Ja, gelukkig. Ik ben blij dat ik gewoon weer, wat je zegt, een minuut heb gemaakt met een goal assist. En we zijn er nog niet. Het doel uiteindelijk is om Excelsior in de Eredivisie te houden. Gaat dat gebeuren in ieder geval met die eerste hoorde aanstaande zaterdag als je thuis speelt tegen ADO? Nou, als het net als vandaag ging, dan gaat het heel moeilijk worden. Dus we moeten goed de wedstrijd terug analyseren. En ons eigen spel spelen en dan heb ik er wel vertrouwen in. Je nou net Veerman te filmen? Je, stond, je moest een stukje omhoog filmen voor jou, maar wat was dat? Ja, ik heb met hem natuurlijk gespeeld bij SC Heerenveen en ik heb een goede band met hem nog steeds. Dus dat dolletje, dat hebben we nog steeds. Is het dan ook dat je elkaar een beetje prikkelt voor en na de wedstrijd? Heb je dan ook extra contact of zo? Nee, dat niet per se, nee. Gewoon nu even hem even filmen en even dat filmpje doorsturen en van het was leuk, maar we hebben wel de punten mee. Ja, ik heb hem naar Joey Veerman gestuurd. Dus hun noemde me altijd driehoek toen ik bij Heerenveen zat. Dus het is wel leuk dat ik nog contact heb met de jongens. Hoe noemde je hem? Gewoon Veerman. Henk? Lange. Ja, kan wel. Tot zaterdag. Is goed, dankjewel.